NTR. Velen kennen hem als Sri Anatha, maar zijn gewone naam is Peter van Loo. Hij leidde ooit het snelle leven, had geld en een florerend bedrijf in Thailand. Toen de crisis kwam raakte hij alles kwijt. Maar hij kreeg er diepe spiritualiteit voor terug. Je bent een vrij succesvolle zakenman geweest. In Thailand een fabriek gehad waar we Boeddha's maakten. Op een gegeven moment zelfs 120 man in dienst. Dus dat was best wel volumineus. Je raakte alles kwijt. Nou, we kregen toen die crisis in Amerika eerst. Hè. Daardoor verloor ik allemaal Amerikaanse klanten. En toen kregen we de crisis in Nederland daar een jaar ongeveer achteraan. En toen raakte ik alle Nederlandse of Europese klanten kwijt. En toen probeerde ik de mensen nog aan te houden, zo lang mogelijk. Maar dat was natuurlijk zakelijk gezien het meest domme wat je kon doen. Want dat veroorzaakte dat ik uiteindelijk failliet ging. Ik had een huis met 7 slaapkamers en een zwembad. Ik had mooie auto's. Ik had van alles en nog wat. Dus ja, je raakte eigenlijk alles kwijt wat je opgebouwd had. Plus, wat veel mensen zich niet realiseren, is ik raakte kwijt waardoor ik dacht in mijn oude dag te kunnen voorzien. Namelijk dat bedrijf had ik gedacht ooit te kunnen verkopen. En dan in ieder geval daarvan te kunnen leven, want ik heb natuurlijk geen pensioen of iets dergelijks. Ik zie dat een beetje als een soort trechterfunctie. Een trechter die leidt je naar een bepaald punt toe. Dus al die dingen die gebeuren om je heen. En uiteindelijk kom je op dat punt waarop je niet anders kan dan te kiezen voor datgene wat eigenlijk jouw diepste verlangen is. En in dit geval is dat weer helemaal volledig terug naar de meditatie en de spiritualiteit waar ik eigenlijk al van jongs af aan mee bezig was. Peter heeft spiritueel de wind in de zeilen. Alle aardse problemen die hij heeft gehad, heeft hij kunnen loslaten. Niets kan Peter meer wat maken. Totdat zijn dochter een auto-ongeluk krijgt. Hallo knuffeltje. How are you? Hallo papa. Hey. Hi. You okay? I'm fine. Ah, okay. Miss you. Mijn dochter die was in Chiang Rai. Haar toenmalige vriendje, die moest per se rijden, terwijl die gedronken had. Terwijl mijn dochter had niet gedronken. En toen zijn ze naar huis gereden. Hij is op de een of andere manier in een slip terechtgekomen. Mijn dochter schijnt uit de auto geslingerd te zijn op de een of andere vreemde manier, want ze had haar gordel om. En toen lag zij in coma en was er vreselijk aan toe. Maar wat ik toen in dat hospitaal duidelijk merkte, was dat haar spirit, haar energie, was helemaal niet in dat lichaam. Hoe merkte je dat dan? Nou ja, daar lag gewoon een lege huls. En toen ben ik naar die plek van het ongeluk teruggegaan. Ik heb exact gevonden waar zij gelegen heeft, want daar lagen haar schoenen nog. Op die plek heb ik toen wat we noemen een puja gedaan. En dat is dus een ceremonie. Omdat ik voelde dat die spirit die was daar en de bedoeling was om die mee te krijgen. En ik voelde ook heel sterk dat die meeging in de auto. We kwamen bij het hospitaal aan, ik ging naast haar zitten, ik pakte haar hand vast. En exact op dat moment, voor de eerste keer, kneep ze in mijn hand. Dus die spirit die was daadwerkelijk terug. The next operation is in 7 days, hè? Which is reconstruction of the nose, because this is not the original nose. This is a different nose than it was before. Hè? Ik weet niet of je wel eens het filmpje Michael Jackson Thriller hebt gezien. Nou, een van die figuren, daar leek ze op, want alles hing eruit, de kaak, alles was stuk. Boven op 4 plaatsen gebroken, onder op 4 plaatsen, lap uit het gezicht hier. Alles hier was in kleine stukjes, alles boven was in kleine stukjes.
schedelbasisfractuur. Maar alles alleen met betrekking tot haar gezicht. En dat is natuurlijk wel heel frappant als je weet dat ze model was. En dat dan alleen in dat ongeluk dat gezicht beschadigd raakt. Of course, she was chasing beauty. Hè? You were a fashion model and you were asked for La Corne, which is like Thai soap operas on television. Mm-hmm. And then I kept on saying to her, okay, it's all fine, but beauty is within. It's not without. Mm-hmm. It's always within. Yes. It's just the look. But the good thing is in your heart. Yes. Mm-hmm. Beauty is within. Yeah. And the beauty within always remains. The beauty outside always goes away in the end. But still, I think it is hard for a 21-year-old girl to meet with such an event in life. Yeah. Yeah. You must have been devastated when you heard about the accident. Well, yes, it's of course, it's a terrible event. On the other hand, I practice equanimity a lot. So what is that? Equanimity in Dutch is gelijkmoedigheid. And it's part of the Brahma Viharas, which means that you actually try to feel loving kindness and compassion and try to put yourself in the place of the other person. But you do that from a state of calmness and quiet being. There would have been no use me sitting next to the bedside crying, oh, I want you back, you know. It wouldn't have been useful for her, and it would have probably upset her even more. Mm. So I was quiet and calm and tried to guide her through the process. Pity has never helped anybody, but loving kindness really helps the whole world. Are you coping with it better now? I was like, in my life, if I have big problem, like I can handle it more. Okay. Wat heeft het boeddhisme je gebracht? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk in ieder geval kalmte en rust. Okay, bye-bye, nah. Het belangrijkste is dat mensen bekeren van ongelukkig naar gelukkig. Dat is het belangrijkste. En hoe ze dat doen, dat maakt mij helemaal niks uit. Voor iedereen.